Yarrap mensen van mijn kanaal, mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij een nieuwe Minecraft Skywars op mijn kanaal. En je weet, het is natuurlijk 7:30, dat betekent PvP video of de laatste tijd natuurlijk ook ARK video's. Want het is veranderd natuurlijk vorige week en begon ik ermee met andere video's te gaan doen ook een beetje. Op de maandag natuurlijk en op de donderdag is ARK volgens mij, ja donderdag. Heb ik ARK video's geüpload natuurlijk. Dus yo mensen, welkom terug bij een PvP video. Hopelijk gaan we weer winnen, hopelijk ga ik mensen rekken en hopelijk gaan we het goed doen. Dus even kijken, wat hebben we rare spulletjes weer en ja, ik heb lang geen Minecraft gespeeld jongens. Ik heb even 3 dagjes Minecraft niet aangeraakt. 2 dagjes eigenlijk, vooral. Qua PvP, dus dat moet ik er weer even inkomen, dat is altijd zo. Maar goed, we gaan gewoon weer tegenaan. Hopelijk gaan we winnen in Skywars, want de laatste tijd gaat het wel goed. Allemaal in Skywars, maar ik kan alleen maar niet winnen ofzo, dat is wel het probleem. Maar we zullen het allemaal zien, want... Oké, okay, wat was ik mijn sprint? Oké, okay, controles is mijn sprint gedaan. Kijk, Joel. Joel. Hoi Joel, hoi Joel, hoi Joel, hoi Joel, hoi. Ah, we hebben ze. Ah, oké, okay. Even sneaky. Shh, Joel. Het is tijd te sterven, Joel. En dat heb ik gewoon gekild. Dus dat was, dat is de eerste die dood is. Dat is heel erg fijn. Daar word ik heel vrolijk van. Dankjewel, Joel, dat je de eerste kill zijn van deze video. Er worden er vast nog wel meer, want ik ben iemand die meer kills pakt. Wow, what the hell. Kleine mannetjes. Oké, okay, eens even kijken. We gaan door naar de volgende. Als hij niet naar mij zou kijken, had ik het wist naar hem gegaan. Maar ik ga niet naar hem toe, want hij kijkt wel naar mij. Dus dat is niet leuk. We gaan door. Terug naar ons eigen eilandje. En kijken of ik iemand ga kunnen killen. Oh, kut. Gooi ik me nog bij eieren. Aan de andere kant. Want er wordt nog een beetje... Er wordt nogal gecampt. Dus als ik deze gast nou kan raken... Hallo? 2 keer? Nee, het gaat er niet worden. Nou, dat is jammer. Nu gaat hij naar mij kijken. Want hij is natuurlijk van... Hé, wat ga je aan beschikken? Dat bedoel ik. Oké, schiet daar ergens op iemand. Dit is irritant. Deze gozer daar dus. Die is dus alleen maar aan het stilstaan op zijn eiland. En die gaat alleen maar schieten op mensen die wel willen spelen. Ah, man. Ik wil gaan lopen, maar die man daar full diamond al. Ik heb geen full diamond nog. Wel veel. En ik zit een beetje vast op mijn eiland nu. Nu heb ik eigenlijk zit ik een beetje in een lastige situatie. Want ik wil wel door... Naar de volgende eilanden. Maar meestal willen mijn tegenstanders dat niet. Ik weet niet waarom mensen dat niet willen. Het is toch veel leuker om dat te doen. Want wat nu het probleem gaat worden. Nu ga ik bijvoorbeeld deze gozer hier naast me willen doodmaken. Stel je voor, hè. Wachten. Nee. Het is hem niet geworden. Helaas, pindakaas. Ik kan dichtbij. Maar niet dichtbij genoeg. Kijk, ik wil deze gast doodmaken. Want ik weet dat die gozer naast mij ook aan het bouwen is. Hij gaat naar mijn oude eiland en ik schiet zijn ass gewoon af. Hoppa! Sorry man, het spijt me, het spijt me. Eigenlijk, dit is... Dat is mensen wat ik eigenlijk juist heel blij mee zijn. Want die gast die maakt tenminste nog acties, die beweegt, die citrandeer. En sorry, het spijt me. Ik weet dat je een kijker bent. Het spijt me, ik wilde je niet eigenlijk killen. Want ik moet je echt belonen. Dus citrandeer, als je deze video kijkt, je bent de baas. Ik vind je echt heel cool dat jij besluit om gewoon wel te gaan lopen eigenlijk. Oké, okay, nou, ik ga weg hier, want dit is echt irritant. Die gozer daar, niet. Nee. Ik wil mensen raken. Ik wil van mijn eiland af. Oké, okay, volgens mij kan ik. Ah, ik kan door. Ik kan door met... Ik kan tenminste een fight aan met iemand. Met iemand die daar staat en de hele tijd daar chillt. En dat is wel zo. Hij is de hele tijd op zijn eiland daar nog. Maar goed, het is niet anders. Het is niet anders. Ik ga gewoon de fight aan. Want dat vind ik veel leuker. Om gewoon te Geronimo'en. Ja, we zullen het allemaal wel zien. Hallo, lava. Ga jij de lava's in? Oké, okay. Hallo. Waarom ga jij niet achteruit, vriendelijke vriend? Oké, okay. Nou goed, hij ging niet achteruit. Maar dat komt misschien door de fire die hij had. Dus ja, dat kan zo zijn. Dat is degene, ik ga niet zeggen hacker, want volgens mij was dit geen hacker. Dit was gewoon iemand die door de lava niet achteruit kon vallen. Dus dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren, sapling. Fucking snowballs. Diamond leggings, hè. Dat is degene wat ik zocht. Hops, oké. Okay. Ik heb nu ook dit eventjes in mijn balkje. Toppie. Nou, ik ga weer door naar de volgende. Er zijn nog 4 mensen over in totaal. Dus even kijken. Eentje zit daar op zijn eiland te campen. Dat is iets wat niet zo fijn is. Mensen campen. Is dat serieus? Wow, what the fuck. Deze gast hier van dit eiland, die heeft de hele zijn eiland gesloopt. Nou, ik ga er even overheen. En dan ga ik kijken of ik... Oké, okay, bij die gasten kan komen. Dan is er wel iemand met TNT te kloten. Over de map shit. Oh. Nee, het is een team dit. Ik haal het niet. Nee, dat haal ik nooit van mijn leven. Is het nou een team? Of verbeeld ik me dat maar? Verbeeld ik me dat? Want ik kan hem niet raken. En hij kan... Ah, kom op. Dit is veel te ver.
Ja, ik raak ze gewoon. Ik raak er volgens mij niet eens in de buurt. Volgens mij schiet ik gewoon keihard overheen met mijn pijlen. Man, dit is kloten. Ik ga proberen gewoon naar de overkant te gaan en ik zie het wel. Ik kom er wel achter of ik ga komen. Ja, Citraan dier, ik neem op. Ga het me niet 100 keer vragen. Dan kom je vanzelf wel achter of ik aan het opnemen ben, ja of nee. Hoppa. Oké, nu kom ik erachter of het een team van 2 is of niet. Tap je daar eens een boom. Oké. Dit wordt een close fight. Want nu gaat ineens iedereen naar het midden. Als ik hier gewoon naar op kan klimmen. Kom op, jongen. Verdomme. Acrobatig. Oké, Jorn de baas heeft de kill. Of hij is dood juist, Jorn de baas. De Nederlandse gast. Door die. Oké. Sterf. Ik komt iemand voor de clean. Kut, ik ga dood. Ik ga hier echt dood. Dit is kut! Fucking cleaner! Nee! Veilig cleanende motherfucker! Dit is zo zielig wat deze gast deed. Deze gast, die zit dus aan dat eiland van het begin, weet je wel. Die heeft heel op zijn eiland gewacht. Tot dit moment. En dan killt hij ons. Dit is super zielig. Maar hij heeft gewonnen. Helaas, Spindakaas. Ik heb lekker gespeeld. Op naar het volgende potje. Alright, mensen. We zitten in het volgende potje. Vorig potje ging hartstikke lekker. Ging hartstikke goed zelfs. Maar helaas heb ik verloren van die cleaner. Goed gedaan van hem of haar. Het kan ook gewoon een meisje zijn. Dat kan altijd. Want ja, het hoort erbij. Cleanen hoort erbij. Ik bedoel, die kans zou iedereen nemen als dat kon. Om zo op te ruimen. En dat heeft diegene goed gedaan. Het is niet de meest heldhaftige overwinning die je kan hebben natuurlijk. Als speler zijnde. Maar goed, het telt. Je hebt gewonnen. En daar draait het om. Het gaat om het winnen. Nou, het gaat eigenlijk om het leuk spelen. Voor mij tenminste. Want anders, ja, anders heb ik natuurlijk geen leuke video. Als ik een beetje ga lopen campen. Maar het gaat erom dat, ja, dat ze gewonnen hebben. Ik niet. Hij heeft gewonnen. Dus helaas Spindakaas. Op naar het volgende potje nu. Ik zit in de map Flowers, zoals je kan zien. En ik ga meteen hier naar het midden. Hopelijk vind ik hier een leuk cadeautje in het midden. Hopelijk gaat het me lukken om dit keer wel te winnen. Want vorig potje ging wel goed. Maar ewa ja. Wat doe je eraan, weet je? Campers, wat doe je eraan? Helemaal niks. Aangezien als je daar in de koel komt, dan zie je er afschieten. Of ja, gewoon cleanen. Dat is jammer, maar we gaan ervoor. Kom op. Lava bucket, die wil ik wel hebben. Bouwblokken, lava. De chestplate wou ik hebben. Dankjewel zeg. Verdomme, dat duurt lang. Dit op 4. Boog op 2. Geen arrows in though. Dus oh man, oh man. Oké, ik heb het gesorteerd. Dit wil ik wel hebben. Die wil ik wel hebben. Oké, is er iemand dichtbij? Is er iemand op mijn eiland? Op het eiland tenminste. Ene Johnny. Johnny Zhang. Ene. Tweeën. Hoi Johnny! Doei Johnny! Sorry Johnny Zhang. Als je kijkt, Johnny Zhang, dat kan ook een Nederlander zijn. Maar het lijkt een beetje op een soort Engelse naam ook. Dus of Chinese naam, Zhang. Dus helaas Spindakaas. Het spijt me John. Het spijt me broeder. Het spijt me broeder van het goede leven. Mijn mede PvP'er hero op Skywars. Maar helaas Spindakaas moet ik doodmaken. Want dat hoort er nou eenmaal bij. Oh. Hey. Oh, flawless. Nou, ik heb één tikje van hem gehad, tenminste. En nu is het mijn beurt om te cleanen. Oh, hij heeft wel een goede gear. Hij heeft een hele goede gear. Maar ik heb hem, want hij was een low door de clean-up van mij. Dankjewel, het spijt me. Maar dat hoort er nu ook bij een keertje. Nu mag ik een keertje cleanen. Ja, mag het een keertje? Ja, het mag, want ik heb het al gedaan. Zullen jullie nu reageren? Nee, dat mocht niet. Ben je te laat, want het potje is al geweest. Alleen, oh, het is een team. Dit is een team. Het is een team. Het is een team, Tristan! Fijne teamer in Skywars! Fijne boef dat je er bent, maar je bent niet zo heel erg goed in PvP. Als je mijn video kijkt, spijt me Tristan dat ik je nu gekilled heb. En dat ik zeg dat ik niet zo goed was in PvP. Spijt me. Oh, nee. Ik wil die golden apple. Meer niet, ik wil de golden apple. Kom op nou, geef me die gapple. Yes. Dat is het enige wat ik wil hebben. Godzijdank. Oké, ik heb alleen een betere helm nodig. Hey, heb ik nu op mijn koppie. Oh, man, het potje gaat lekker. Nog maar 3 mensen over. Ik heb echt vet mail mensen gekilled, dit potje. Het gaat weer lekker. Het gaat weer goed. Hopelijk ga ik deze wel weer kunnen winnen nu. Want ik ga net als net, ik ga weer lekker weer. Maar de laatste twee waar die zijn, dat is weer een vraagje. Het is weer een... Oh, kijk hem daar zitten. Ik zie waar hij zit. Gevonden. Hij zit te campen op zijn eiland. Hop, parcours ik even daarheen. Oké, hier zit geen golden apples meer tussen, hè? Nee, ik heb wel full diamond al, dus dat is allemaal Gucci. Oké, ik ga wat paar spullen weggooien. Mijn eten wil ik daar hebben, die wil daar. Oké, hij zit daar. Gaat hij die spullen oppakken? Hij wil die spullen oppakken. Als Dalia doet. Hoi, Smokey Dokie.
Kom op. Yes! Hij had een golden apple. Alleen het ding is, kan ik hem oppakken? Ja, ik kan hem oppakken. Ga ik hem eten? Nee, ik ga hem nog niet eten. Oké, er is nog één persoon over. Allerlaatste persoon die er is nog. Yo. Waar ben je? Kurwa, waar zit die? Waar is de allerlaatste van dit potje? Waar zit die? Waar is hij? Waar ben je? Waar zit die? Camper? Campertje. Fuck Ducky. Hij is niet hier, oh. Waar de fuck zit hij? Waar de fuck zal hij zitten? Ik ben echt benieuwd. Ik ben nu aan het zoeken naar hem. Maar waar zit hij? Waar zit hij? Oh, wauw. Ik krijg een arrow. Oh, nee. Oh, de god der campers. De koning der campers. Daar zit hij dan. Ik zag hem zitten in zijn torentje. Als een sukkel. Oh, dat vond ik wel heel naar. Dit vind ik niet zo leuk. Dit vind ik heel naar, dit allemaal. Ongelooflijk. Eens even zoeken. Ik wil even een pickaxe meenemen dan. Want, ja, zit te campen, jongen. De echt heeft heus wel een rank, hoor. Nee, hoor, dat heb ik niet. Als je mijn video's kijkt, Kaspertje, had je dat geweten? Want ik heb nooit een rank en ik wil ook geen rank, want dan word ik gefocust als de muddertrucker. Haha! Mooi, ik heb een pickaxe. Oké, camper dude. Waar zit hij? Hij zit daar bovenop, hè? Ja, oké. Ja, weet je, het is meneer de camper. Ik riskeer mijn leven wel gewoon om een leuk potje voor jullie neer te zetten. In plaats van campen en winnen, want dat vind ik niet, dat vind ik niet leuk om zo te winnen. Oké, daar gaan we dan. Hij zit hierboven, hè? De oude boef. Oké, hoe ga ik er bovenop kunnen komen naast gek doen? Naast iets raars proberen. Oké, ik ben benieuwd, want ik ben bang dat als ik zeg maar erboven ga blauwen met blokken, wat ik nu wil gaan, dat ik ga het gewoon doen. Weet je waarom? Kazaiman, man! En ik ben geen pussy. Zoals deze gozer. Is er geen manier om zeg maar zo naar binnen te komen of zo? Hier wel pickaxe. Hij gooit lava. Ja, waar dan? Oké, ik ga gewoon zoeken naar hem. Hij zit gewoon te campen in het hutje. Are you kidding me? Dan vraag me af, hoe kan je dit spel leuk vinden als je zo speelt? Oké, daar zit lava. Waar zit hij dan? Hij zit ergens te schieten. Hoe de fuck weet hij waar ik zit? Ik ben bang dat hij weet waar ik zit. Ah, hij weet het. Hij campt. En ik val eraf. Oh my god. Wat een Kaspertje 10. Als je een kijker bent. Wat ben jij? Zielig. Zo zielig. Zielig. Maar niet uit. In ieder geval jongens. Kaspertje 10. Gefeliciteerd met je overwinning. Je hebt hem niet verdiend eigenlijk. Heel simpel. Want ja, je hebt maar één kill eigenlijk gemaakt. Maar. Hè. Helaas pindakaas. Twee keer tweede geworden. Eerste keer door een cleaner die niet durft te vechten. En de cleaning. En de tweede, nou ja, dat was al helemaal een mietje. Dus Kaspertje 10. In ieder geval mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk genoten van deze Skywars video. Ik zie jullie graag in de volgende. Later wat ziens. En natuurlijk, peace.